Slechte camera. Ja, mensen, ik heb COVID. Het is zover. Het is verschrikkelijk, echt. Oh. Ik heb nog lang niet zo, zo ziek geweest, zeg. Wat een ramp. Ja, zit aan de zuurstof. Oh, ik kan bijna niet meer ademen, joh. Zo. Nee, natuurlijk niet. Kom op, zeg. COVID-dag. Nee, het is waterstof. Het is therapie, waterstoftherapie. Dan krijg je geen COVID. Dus dat is wel prettig. Fijne avond. Als er iemand kijkt. Als er iemand kijkt. Je weet het niet. Hè? Mensen zitten misschien op deze tijd naar hun favoriete Netflix serie te kijken of zo. Of ja, ze zijn zelf live video's aan het maken. Dat kan natuurlijk ook. Mijn beeldfrequentie moet ik instellen op. Oh. Hoe moet dat dan? Ja, dat ga ik toch nou niet doen, joh. Ik vind het allemaal best. Ik zie wel waar we uitkomen. Dus, ja, kom op zeg. Nee, ja. Daar ga ik me niet mee bemoeien of zo. Ik weet dat het beeld slecht is. Ja, mijn gezicht is niet zo heel interessant. Dus, ja, ik vind het wel leuk als het gewoon lekker vaag blijft. Ik voel mezelf vandaag ook vaag. Wel goed, maar wel vaag. Het was een vage dag. Maar wel een goede dag. Ja, ik ben een tijdje weg geweest natuurlijk. Te lage FPS. De huidige beeldfrequentie is te laag. Ja. Op 15 tot 60 frame. Ja, hij staat gewoon op 60, toch? Ik vind het allemaal goed, hoor, maar ik klik het gewoon weg. Boeit me even niet. Het gaat meer om de audio, vind ik. Wie wil er nou tegen mijn oude 48-jarige hoofd aan kijken of zo? Ja, ik zelf kijk ook niet graag in de spiegel. Hebben meer mensen dat? Nee. Ja, misschien is het licht ook gewoon slecht. Dat is dan maar zo. Nee, vandaag was gewoon een goede dag. Ik heb van alles gedaan. Ik heb een huisgast. Een dakloze in huis genomen, zeg maar. Ja, hij was ook een vriend van me toevallig. Dus die ken ik al 22 jaar of zo. Maar eventjes dakloos, zeg maar. Het is een beetje zo'n traveler, zeg maar. En hij is nou eventjes werken. Dus, want travelers hebben ook geld nodig. Dan moet je gewoon ook gewoon werken, natuurlijk. We kunnen niet allemaal rentenieren zoals meneer Van Del. Dat is niet voor iedereen weggelegd, natuurlijk. Verschil moet er wezen. Ik heb al genoeg gewerkt in dit leven. En ook in mijn vorige levens. Dus ik mag nou wel eventjes... Maar ik heb eigenlijk ook wel zin om weer wat te gaan doen, hoor. Moet ik zeggen, zo met die... Er is gewoon heel veel aan de hand. Veel leuke dingen ook, zeg maar. Dus ik heb eigenlijk wel weer zin om wat te doen. Maar ik heb eigenlijk geen zin om te werken. Maar ik werk wel, maar gewoon voor mezelf, zeg maar. Ja, ik sla daar nog geen munt uit of zo. Maar oké, dat is dan maar zo. Dus voor het systeem ben ik gek. Dus het is ook mooi. Ben ik, volgens mij hebben ze me afgekeurd of zo. Ik heb al 3 jaar niks gehoord van het systeem, zeg maar. Dus ik denk dat ze me kwijt zijn. Of misschien hebben ze iets van die jongen even gewoon rust nodig. Dat gunnen we. Wat dat betreft is Nederland een geweldig land. En dan ben ik het gewoon met Mark Rutte eens. Ja, ben ik het toch ergens met hem eens. En Mark Rutte is natuurlijk gewoon, ja, een tragisch figuur.
Maar ja, we moeten het ermee doen, want blijkbaar hebben mensen op hem gestemd. Tja. Ja, daar kan je gewoon niks aan doen als mensen dat doen. Dus, zelf stem ik natuurlijk niet, ik geef mijn stem niet weg. Ik hou hem liever gewoon zelf. Dus, nou ja, ik had vandaag zat ik te denken aan Scientology of zo. Ik denk, ja, hoe kom je nou erop om aan Scientology te denken? Maar ik zat in de auto en ik keek zo af en toe eens om me heen en ik zie zo mensen en ik denk, wat, jee joh, dat is een heel apart mens. Lijkt wel een soort kabouter of zo. Ja, en andere mensen die lijken weer op een varkentje of zo. En andere mensen lijken op een paard. En, ja, weet ik, nee, ik weet, ik zeg maar gewoon een beetje van zoals dat me overkomt, hè. Dus ik weet niet, misschien lijk ik zelf ook op een, weet ik veel, olifant of zo. Maakt verder niet uit, maar die Scientology-leider zei toch van dat we allemaal zielen zijn, van dat we eigenlijk allemaal andere wezens zijn, zeg maar. En dat we allemaal in een verkeerd lichaam gedumpt zijn, zo proppen. Dat we door een of andere evil, weet ik veel, overlord of zoiets. En dat we allemaal eigenlijk, zeg maar, ja, hier op deze planeet met elkaar moeten uitzingen, terwijl we uit alle hoeken van het universum komen of zo. Ja, ik vond dat een heel grappige theorie of zo. En als ik zo om me heen kijk, heb ik zoiets van, ja, er zit verdorie ook wel enigszins waarheid in of zo. Maar ja, ik heb met alles, hè. Ik heb ook zo met reïncarnatie, dat zit ook waarheid in en zo. Tijdreizen, multiversum, noem maar op wat. Dat is ook mooi. Ik zie dat allemaal heel praktisch. Iedereen heeft zijn eigen universum. Dus we zijn met 7 miljard mensen. Dus ja, 7 miljard universums. Dat is wel multiversum. Weet ik veel, meervoud. Multiverse hebben we dan. Dus dat klinkt ook allemaal vrij logisch, zeg maar. Ja, dus ja, ik ga van hot naar her, joh. Ik heb vorig jaar bekeerd tot het christendom. Maar ik doe toch geen religies meer. Maar er zit toch overal wel wat goeds in. En, dus ik pak van alles een beetje, zeg maar wat. Het goede haal ik eruit. De onzin en de leugens, ja, die laat ik voor het gemak even weg. Dus dat is wel prettig. En ja, vanochtend eventjes met de hond op pad geweest. Ik had een ben, maar daar ben ik tegen in beroep gegaan. En toen zei Facebook van, ja, je hebt wel gelijk. Klopt, we hebben het verkeerd gezien. Ik zou iemand gepest hebben, maar dat is helemaal niet waar. Dus het was bij een foto van een artificieel wezentje, een soort alien in iemands handpalm. En ik zei, wat een ugly fucker of zo. En ja, als je dat natuurlijk over een mens zegt of zo, is het vrij lullig. Maar het was gewoon een heel lelijk wezentje of zo. Dus was gewoon lelijk. De waarheid mag gewoon gesproken worden, toch nog steeds. Vandaag de dag. Laten we het gewoon leuk houden met z'n allen, toch? We moeten niet normaal gaan maken wat niet normaal is. Om het de woorden van Willem-Alexander te spreken. Nou ja, voor de rest gaat het allemaal goed volgens mij. Alles loopt op rolletjes. Alles gaat volgens plan. Als ik naar het journaal kijk, dan denk ik van, wow, we zitten redelijk op schema. Dus, verdeeldheid binnen de politie, verdeeldheid binnen de eigen organisatie. Steeds meer mensen gaan klokkenluiden, steeds meer mensen gaan de waarheid spreken. Steeds meer mensen willen de verdeeldheid niet meer. Zijn de spelletjes zat en geven dat ook op ludieke manieren aan.
iedereen doet gewoon wat hij zelf kan en wil en waar hij goed in is. En dat is ook gewoon goed. Dus met allemaal kleine beetjes komen er ook. Dus in Amerika gaat het wel heel erg op scherp. Het is jammer dat ze daar natuurlijk allemaal al die wapens hebben en zo. Ja, die patriotten, Joe Biden, die heeft iets doms gedaan. Ja, Joe Biden heeft iets doms gedaan. Natuurlijk doet Joe Biden iets doms, dat kan niet anders. Hij heeft namelijk de veteranen die niet geprikkerd zijn, heeft hij zorg ontzegd. Dus die kunnen niet meer terecht bij de VA. Dat is de Veterans Association. En dan krijgen ze dus psychologische hulp als ze PTSD hebben of protheses als ze dus een been missen of een arm of nog meer. En dat wil hij ze dus ontzeggen. Als ze dus niet naar hem luisteren. Omdat dat dingetje te gaan halen waar ze zo enthousiast, laaiend enthousiast over zijn, zeg maar. Maar ja, goed, dat prikje werkt toch niet, zeg maar. Dus het doet ook niet wat zij willen dat het doet, anders was al lang de helft van de wereld dood. En de meeste mensen leven gelukkig nog. Dus het doet lang niet wat ze gehoopt hadden dat het zou doen. Nu geloof ik ook helemaal niet in het bestaan van het beestje. Ik geloof in luchtvervuiling. Ik geloof in vergiftiging door voedsel en drinkwater. Ik geloof in straling. Ik geloof maar niet in een beestje wat overspringt via de luchtwegen. Dat vind ik vrij absurd. Ze hebben in de jaren 20 hebben ze een experiment gedaan met griep. Lieten ze mensen op elkaar hoesten en proesten en weet ik veel, allerlei lichaamssappen uitwisselen. Ik weet niet precies wat ze allemaal geflikt hebben. Het zal X-rated geweest zijn. Maar goed, die griep werd niet overgebracht via de lichaamssappen, lucht, weet ik veel wat, aanraking. Als je op de wc-bril ging zitten of zo. Dat gebeurde gewoon niet. Dus het is al gewoon bewezen in de jaren 20, vorige eeuw. Dat we elkaar niet kunnen besmetten. Dat is echt. Als je daarover nadenkt, dat is best wel zoiets van wauw. Nou, dat is gewoon goed nieuws natuurlijk. Dus al het onderzoeken en aerosolen en bla bla bla, houdt erover op. Ik zeg, ja, ga gewoon lekker. Aan de waterstof. Super brandbaar. Moet je niet bij roken natuurlijk. Dat snappen jullie ook wel, hè? Waterstof. Waterstof brandt op 2800 graden als je het aansteekt. Maar door je. Ja, het is goed voor je. Het is het kleinste molecuul dat er is voor de liefhebbers van scheikunde onder ons. Het gaat dus overal doorheen. Ook door je bloed-breinbarrière. En het heeft een hele heilzame werking. Je wordt er fit van. Het zal ook wel vrije radicalen opruimen. Slechte cellen ruimt het op. Of helpt het. Mijn longen. Ik ben een flink roker. En sinds dat ik die waterstof doe, heb ik nergens last van eigenlijk. Dus ik kan goed diep ademen weer. Dat is erg prettig. Het is eigenlijk een soort. Ja, in Japan doen ze het al jaren. Is het gewoon een behandeling in de ziekenhuizen. Mensen die herstellen van hartoperaties, wat voor operaties dan ook, chemokuur, noem maar op wat. Die leggen ze gewoon aan de waterstof. En dat helpt gewoon het genezingsproces. Ik doe dus geen medische claims, maar het is wat ik gehoord heb, hè? Dus ik heb zelf nergens verstand van. Dus ik ben geen medicus of zo. Ik kan alleen maar zeggen dat ik me er goed bij voel. Dus ja, je doet wat je kan, hè? Nou ja, leuk om weer eventjes een live te doen. Ik weet niet of die lukt. Lukt die niet? Nou ja, dan is pech. Lukt hij wel, dan
Dat is mooi, ik zie het wel, ik hoor het wel. Ik wens iedereen een hele fijne avond. Mensen, we zijn aan het winnen. Blijf erin geloven. Het is nog eventjes en het is klaar. Alles loopt volgens plan. Laten we positief blijven. En love you. Groetjes.